Ik ben Nick. Ik ben 10 jaar. Hey Nick, jij hebt ons een mailtje gestuurd, hè? Ja. Jij hebt een sportprobleem, toch? Ja. Jij doet aan tennis. Maar niet zomaar tennis, toch? Nee, rolstoeltennis. Dit is mijn rolstoel. Zoals je ziet, kan ik gewoon lopen. Maar voor sporten gebruik ik mijn rolstoel. Waarom ben je eigenlijk op rolstoeltennis gegaan? Omdat ik voetbal niet meer kon doen door een ongeluk en toen vond ik tennis. Wat is er gebeurd dan? Ik ben van een hooiberg afgevallen. Ik ben gevallen en toen was mijn heup gebroken en toen kon ik voetbal niet meer doen en toen ging ik tennissen. Maar je kan niet zo hard lopen, dat is het dan? Ja. Hoe lang doe je het al eigenlijk? 3/4 jaar. Het is best wel cool om met die stoel snelheid te krijgen. Maar ik vind het best moeilijk om een backhand te doen. En je bent met de stoel bezig en met je racket. Dus daarom is het best moeilijk. Het lukt niet om ze over het net heen te slaan. Dat is wel de bedoeling, hè, bij tennis. Ja. En van wie zou jij dan heel graag les willen? Dieder de Groot. Dieder de Groot is de nummer 1 van de wereld in het rolstoeltennis. Net als Nick maakt ze vooral gebruik van haar rolstoel om te sporten. En hoe? Dit jaar won ze alle Grand Slam toernooien. En hoe zit het met haar backhand? Nou, daar speelt ze iedereen mee van de baan. De backhand loopt vooral als een trein. Oftewel, de persoon die Nick kan helpen om beter te worden in deze sport. Dieder de Groot, ze is weer de beste. Hallo, Nick. Even voor mij wat een backhand precies is. Backhand, ja, aan deze kant van je lichaam de bal slaan. Je voorhand. Je hebt zowel de voorhand, die sla je eigenlijk aan de vrije kant van je lichaam. En dan ga je naar deze kant en dan moet je je arm voor je lichaam langs. Oh. En dat is moeilijker. Misschien is het handig als je even kan laten zien hoe je backhand is. Ja. Ja. Komt-ie? Ja. Oh. Zijn de regels anders als bij gewone tennis? Mag je hem 2 keer laten stuiteren? Ja, en dat is eigenlijk de enige regel die anders is. Dus wij mogen hem 2 keer laten stuiteren. Dus wat hij deed was in principe goed? Zeker niet slecht. Dus je hebt 2 soorten backhands eigenlijk. Je kunt slijzen, dan ga je de bal wat meer zo raken. En je kunt slaan, dan raak je de bal echt op zijn koppie eigenlijk. Ja. En dat zie ik wel heel erg goed, dat je de bal goed probeert te slaan. Het is heel belangrijk om goed te kijken naar de bal, want ja, die moeten we uiteindelijk raken. Dus als ik de bal sla, dan raak ik hem, dan blijf ik kijken. En dan maakt het niet uit waar ik naartoe sla. Ja. Gooien en kijken. En dan gaat hij gewoon die kant op. En eigenlijk kan datzelfde met als je rechtdoor gaat. Oké, daar komt hij. Ja, hele goede bal. Komt hij? Oké, daar komt hij. Ja. Oh. Raakt een beetje slecht. Goed naar de bal blijven kijken. Dan gaat hij in het midden. Goed kijken. Bijna. Hij moet eigenlijk een beetje hoger eigenlijk. Hoe je dat krijgt, gewoon een beetje wat meer scheppen. Komt-ie? Ja, heel goed. We hebben nu eigenlijk alleen maar getennist. Ja. Maar we zijn natuurlijk rolstoeltennissers. Ja. Dus zullen we een beetje rolstoel gaan proberen? Ja hoor. Ja? Ja. Dan ga ik een parcours uitzetten. En dan gaan we gewoon proberen zo hard mogelijk door het parcours te gaan. Ja. Hier, ook een hier neer. Ook nog eentje daar misschien? Ja, oh, dat kan ook nog. Ja. Ja. Deze. Bij het rijden is het namelijk heel belangrijk om een beetje voorover te zitten, zodat je in 1 keer weg kunt zijn. Zo. Om het ene pion. En ik probeer telkens een 8-je te draaien, zodat ik met mijn gezicht naar het veld kan blijven. En go! Ja. En weer draaien. Nou, dat gaat best goed, toch? Wat je kan proberen, is dat als je goed voorover zit, dus dat zat je inderdaad, dat je kort en krachtig probeert te pushen. Ga ik sneller? Ga je sneller. Ja. Ja. En dan snel aanzetten. Ja, goed zo. Ja. Mag je het niet? Nee, ik vind het een hele goede draai. Ja, deze toe. Oh, ik sta aan de weg. En weer terug. Gaat hartstikke goed. Als je dan iemand in een rolstoel ziet en dan nu hier staan, dus je denkt eigenlijk dat iedereen altijd maar in een rolstoel zit, maar dat is helemaal niet zo, hè? Ja. Ja. Zit je veel in de rolstoel? Voor de lange afstanden en voor het tennissen, maar eigenlijk verder probeer ik zoveel mogelijk met mijn prothesebeen te lopen. Als ik naar jullie stoel kijk, bij jouw stoel zitten er al 2 schoenen gelijk in. Ja,
Klopt. Maar toch zijn ze min of meer hetzelfde, toch? Ja, de wielen staan wat schuiner. Dus ja. dan zijn we heel snel met draaien. Dit is echt gemaakt voor sporten. Want we kunnen met die schuine wielen ook niet bijvoorbeeld door de deur. Dus nee. Je kan niet door, onhandig. Je kan niet door de deur. Nee, dunnere bandjes. Maar vooral wat ook weer het verschil is... Wendbaarheid ook, hè? Wendbaarheid en achterwieletjes. Zodat je ook niet achterover kunt vallen. Hoe hard ga jij meestal? Oh, dat weet ik eigenlijk. Nee, nooit opgemeten? Nooit opgemeten. Wacht even. Zo, appakee. 11, 14. 14 kilometer per uur. Go, 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 go. Ja, ja, ja. 4, 8, 7, 8, 10. Wow. Ah, aan je snelheid ligt het niet hoor. Nee. Dat is best goed. De losse delen zijn wel goed. Dus hij is inderdaad goed snel. Ja. Je kan goed draaien. Zeker. En de backhand slaan, als die goed op je racket zit, dan ging die heel ver. Ja. Dus eigenlijk moeten we het nu proberen samen te brengen. We doen een test. Een balkenom vuurt een tennisbal op Nick. Die moet hij vanuit rolbeweging naar de bal toe terugslaan in dit vak. Lukt hem dat 3 keer binnen 1 minuut, dan is hij geslaagd voor de test. Oké, dus je begint bij de pion. En je ziet de bal aankomen. Dus je gaat weer voorover hangen. Je zet een keertje aan. Dus de bal komt. Je kijkt. En je slaat zo hard als je kan. De backhand eroverheen. Nou, ga je gang. Oké. Okay. Ja, goed hoor. Oeh. Indraaien. Ja hoor. Goed hoor. Dit waren mooie ballen. Ja. Wat vond jij die er? Heel erg goed. Ja, hè? Die backhand zit er lekker in, joh. Is jouw probleem opgelost? Ja. Goed zo. Ik ga afscheid van jou nemen. En van jou. Gaan jullie lekker nog even tennissen. Ik ga terug naar de kantine. En maak erin, hè? Doei. Hey, succes. Doei, jongen. Doei. En blijf oefenen, hè? Ja. Goed zo.